Nou, ik weet zeker dat ik hier menig trekker, even uit de zon, menig trekker, oude trekkerliefhebbers een hartje sneller doen laten kloppen. Want waar we nou toch rijden, dat is echt wel heel bijzonder. En er zitten een paar trekkerfanaten, in ieder geval eentje, Sjors, te kijken. Let op. Tweede rijd, dan kom je wel eens een bus tegen met een raar bobbel achterop. En dat is heel grappig, want die bussen vervoeren niet alleen passagiers, maar ook vracht. En dan komen ze bij een bushalte aan. En dan doen ze niet alleen passagiers in- en uitladen, maar ook vracht. Hele efficiënte manier om te werken. Kijk maar. Handig, hè? Klepje open. En los ze maar. Hey Rick, welke weg zitten we nu eigenlijk? Ja, je hebt een prachtig uitzicht sowieso, maar ja. We zijn onderweg. We gaan het proberen richting Noorwegen. De vraag is of we binnenkomen, maar ik ga het dadelijk uitleggen hoe het zit. Oké. Deutje, waar zijn we aanbeland? Ja, ik heb het net gezien op de kaart. Eustandje. Eustandje. Kilometer of 20 voorbij Arjeplog. En hoeveel kilometer voor de Noorse grens? 120 ongeveer. 120, jeetje. En daartussen zit dan nog ergens de Poolcirkel. Oh. Ja jongens, we gaan het wagen morgen. Morgen D-Day. Komen we erin of komen we er niet in? Goedemorgen allemaal. Ik denk, ik neem het even over voor Rick, want kijk nu. Rick is de klos. Ja, dan moet gewerkt worden, jongens. Hij moet werken. Jammer, hè? Maar we gaan... Hij gaat gewoon door, hè? Gaat gewoon door en we gaan dadelijk weer op pad, hoor. Doei! Doei! Nou, jongens, het is vandaag D-Day. We gaan proberen de Noorse grens over te steken. We zijn inmiddels bijna 12 dagen al onderweg in het hoge noorden van Zweden. Dat is een gedeelte waarvan de Nooren zeggen, als je daar woont, dan mag je bij ons de grens over. En we hebben inmiddels van een aantal mensen begrepen dat als je de aan kan tonen door middel van aanschafbonnetjes van winkels, tanken en noem maar op, dat je minimaal 10 dagen in het noorden hebt gezeten. Als je dat kan aantonen, dan mag je ook de grens over. En dat is wat we dadelijk gaan proberen.
Er zit één risico aan het hele verhaal. Als het niet mag, er is maar één lange weg weer terug Zweden in. En dan moeten we denk ik wel een kilometertje of, zal het zijn dan, 100? 120 kilometer weer terugrijden. Dus dan hebben we dat dubbel gereden. Maar ja, dat is ons het risico dan ook wel dubbel waard. Je gaat het meemaken. We gaan het zo meteen proberen. En ik hoop dat het volgende filmpje uit Noorwegen komt. Doei! We zijn, nou heel grof gezegd, misschien al een kilometer of 700 verder. En we komen weer een oude bekende tegen. Even kijken. Grappig, hè? En het komt omdat we in dit park zijn we beland. Ligt onderweg naar de Noorse grens. En dat pad van Kongsleben, ja, dat komt van Abisko. En het gaat gewoon, ja, ik wil niet zeggen langs de Noorse grens, maar wel in de buurt. Dus die kruis je altijd. Overal zie je die rode puntjes, hè, Do? Ja, die markering op de bomen. Ja. Zo kan je het pad gewoon blijven volgen. 430 kilometer. Waanzinnig hoor. Toch lijkt me dat wel wat hoor. Lijkt me zo fantastisch om met je rugzak die bergen en dit pad te lopen. Ja, ik denk alleen dat je het in een ander jaar getijden moet doen. Want nu wordt het niet meer ondersteund, hè? Nee. Met overnachtingen en zo. Je moet wel een super conditie hebben volgens mij. Magnifiek. Ja, het lijkt me ook heel mooi. Waanzinnig. Ja jongens, ik wilde er toch nog even filmen. Echt een stop is het nou ook weer niet. Oh, er komt een truck aan. Tip, kom eens. Want we zitten op de zilveren weg, of de zilverroute noemen ze dit. Van Zweden naar Noorwegen, deze overgang. En we zitten pak een beet een kilometer of 30, 40 van de grens. En dit is de derde keer dat we de Poolcirkel passeren. En drie keer al in Zweden. Dus voor tijd dat we een keer vanuit Noorwegen en de Poolcirkel gaan doen. Even dood. Het lijkt wel wintersport. Als je het zo filmt. Ja, grappig. Ja jongens, dat slecht weer hoor. Mist, laaghangende bewolking eigenlijk. En sneeuw. Zeggen ze ook weer wolk op dek of zo? Ja. Wolk op dek. Nu zijn we de sneeuw weer uit. Ziet het er zo uit? Ja, gek hè. We zijn het hoogste punt net voorbij, 740 meter. Nou wordt het spannend hoor. De sneeuw wordt ook weer wat minder, zie je het? Nou, kijk, de Noorse grens. Oh. Laat me maar duimen. Jij? Ja, dat zou kunnen. Grote parkeerplaatsen. Oh ja. Ja. Staan de camper. Ik ga even inzoomen. Zeker de camper waar je stokken in je neus krijgt. Dus quarantaine. Bom. Is dat? Een slagboom. Ja. Nou, dit heb ik nog net gefilmd. Dan zal ik nu maar stoppen. Nou ja, dan nog verder filmen. Ja? Ik weet alleen wat dit is. Dit is nog een rasttenten. Noorwegen, kijk maar. Zit weer Noorwegen? Kijk maar, Noor. Ja, Noor. Nou, ben benieuwd waar de controle is. Gaan we nu uitzetten. Ja. Het is gelukt. En het klopt, als je 10 dagen in het noorden van Zweden bent, en ze wilden het nog ineens zien, was het helemaal oké. We zitten in Noorwegen. Maar wat zei die over het weer? Lofoten storm. Ja, nou ja. Ik zat er ook. We'll see. We'll see. Thank you.
uit voor mensen die de deuren opengooien. De vrouw kijkt nergens naar. Zijn moeite hebben met de trap, denk ik. En Basie? We staan er. Ja. Hey. Waar gaan we naartoe? We gaan nu naar de Loofoten. De Loofoten. Ja, dat is dit nog niet. Maar super mooi. Vind je niet? En we zitten op de boot. En we zijn nog een uurtje eerder ook. Maar we kunnen nog één verdiepingje hoger. Zullen we dat doen? Oh ja. Leuk. Ja. Kijk eens. Wat zou er aan de hand zijn? Hiep hiep. Hoera. Ho.